Mijn naam is Robert Tom, System Engineer bij Fortinet. In deze demo ga ik laten zien hoe FortiNDR uh, real-time uh, malware kan detecteren en ook uh, blokkeren met behulp van een FortiGate. FortiNDR uh, gebruikt daar zijn uh, Artificial Neural Network voor, heeft uh, geen signatures meer nodig en uh, heeft dus ook geen connectivity nodig met de buitenwereld. In mijn labomgeving is de NDR-instance uh, volledig uh, geïsoleerd en ja, kan niet communiceren met internet. Ter controle uh, even een uh, test. Uh, Google uh, kan ik niet bereiken. Uh, als ik een andere resource probeer te bereiken, dan gaat dat ook niet werken. Uh, DNS werkt, maar er is geen verkeer mogelijk naar de buitenwereld. De configuratie van NDR ziet er als volgt uit. Uh, mijn instance heeft uh, een aantal interfaces, ik heb er maar eentje actief. Nou, port 1, dat is ook de poort waarop ik eCAP-clients uh, uh, dadelijk ga aansluiten. Uh, port 1 heeft de IP-adres 192.168.10.6. De configuratie van eCAP valt onder Security Fabric, Fabric Connectors en eCAP is één van de connectoren die we kunnen gebruiken. Er zijn meerdere manieren die we kunnen gebruiken op NDR, maar is out of scope van, van deze demo... Um, de ECAP connector hier is enabled. Ik kan zowel unencrypted als encrypted uh, clients aansluiten. En ik heb de optie realtime voor die NDR scan aanstaan. En uh, die setting zorgt ervoor dat het device wat uh, files submit voor inspectie um, de file niet doorstuurt voordat de NDR instance daar iets van een conclusie uh, over heeft getrokken. De omgeving uh, die ik hiervoor ga gebruiken uh, ziet er als volgt uit. Ik heb een virtuele labomgeving met linksonder een branch locatie en deze branch locatie heeft meerdere IPsec tunnels naar linksboven de datacenter locatie. Nou, ik ga zo meteen uh, malware genereren vanaf de branch locatie naar de datacenter locatie, maar de branch locatie die heeft een uh, security profiel waarin NDR uh, is uh, toegepast op uh, nou ja, uh, wat, wat IP policies. De configuratie van de Fortigate op de branch-locatie ziet er als volgt uit. Uh, uh, ik heb hier twee WAN-interfaces, 10011-101011, 10 dat zijn mijn onderlinge uh, interfaces. En ik heb een, uh, een LAN-interface 17216111. Nou, als ik overspring naar de GUI van uh, deze Fortigate, je kan het hier zien in de adresbalk 10011, dat is de Fortigate die ik net heb gezien, uh, dan ziet de configuratie er zo uit. Uh, ten eerste moet je een ECAP-server definiëren. Nou, die ECAP-server heb ik uh, voorgeconfigureerd met je ziet hier het IP-adres 10.6, eh, het IP-adres op de interface van de NDR-instance. Nou, wanneer die server geconfigureerd is, dan is de volgende stap een uh, NDR-security profiel aanmaken. Dat is precies hetzelfde als elk ander security profiel uh, vanuit de next-gen firewall-features op de Fortigate dat profiel dat heb ik NDR genoemd en hierin geef ik uh, twee paden, eentje voor request processing en eentje voor response processing um, uh, geef ik in uh, met uh, met de juiste parameters en daar zitten nog wat features omheen. Dit uh, Icap profiel dat is hetgeen wat op uh, policies toegepast wordt. Dus als ik naar mijn firewall policies ga kijken, dan heb ik een aantal policies, eentje voor direct internet access, maar ook eentje voor connectivity naar mijn datacenter. Nou als ik uh, die Policy open, dan heb ik hier heb ik geen enkele security profiel toegepast. ICAP uh, staat ook uit. Ik wil ICAP even uitlaten om te laten zien dat op het moment dat ik nu malware ga genereren, dat die malware netjes verstuurd kan worden. Um, en, en dus dat de ICAP server niet ingrijpt. Nou, het versturen van malware, uh, dat doe ik van branch A locatie naar. De datacenter locatie en daar gebruik ik een tool voor. Die tool die heet FortiTester. FortiTester is een, uh, een tool waarmee je malware kan uh, versturen, waarmee je netwerkaanvallen kan doen, waarmee je performance testing kan doen en nog veel meer andere dingen. Ik gebruik hem vandaag alleen voor malware testing. De test die zal plaatsvinden tussen een FortiTester interface in de branch kant en een FortiTester interface in de datacenter kant. Ik uh, spring nu over naar de FortiTester ik heb uh, uh, onder de sectie uh, malware heb ik al eerder uh, testen uitgevoerd dus ik kan een van de laatst gebruikte testen uh, kan ik weer terugpakken de test die ik ga uitvoeren is van branch a naar het datacenter en uh, mijn malware wordt gegenereerd van het subnet in de branch locatie naar het subnet in de datacenter locatie de gateways die FortiTester gebruikt, dat zijn de IP-adressen op de LAN-interfaces van de betreffende FortiGates die ik hiervoor gebruik. De uh, actie die ik hier uitvoer is een uh, collectie van ja, bekende malware van de afgelopen jaren uh, versturen. En dat doe ik allemaal in een uh, loop uh, van 10 minuten. Omwille van tijd ga ik die loop ergens afbreken, maar laten we even de, de test instarten. Nou, op dit moment gaat FortiTester uh, alle samples aflopen en worden de samples nou, van de ene naar de andere interface verstuurd. En wat je hier ziet gebeuren, gebeuren in FortiTester is dat die samples, die komen gewoon aan. Uh, dus het is mogelijk, uh, terug naar de labomgeving, om vanaf de FortiTester interface in de branch locatie te communiceren met de FortiTester interface in de datacenterlocatie. Met andere woorden, de firewall die ziet uh, de malware, die ziet die niet. Nou, ik zie hier dat ik uh, 63, 64, nou, uh, een oplopende hoeveelheid uh, uh, malware uh, over het netwerk zie, uh, zie gaan. Nou, ik zal deze test even uh, stoppen. Dan nou, gaan we een configuratie aanpassing maken. En die configuratie aanpassing is op de branch locatie simpelweg aanzetten van ICAP. Dus ik ga ICAP ga ik aanzetten. Ik refereer in mijn IP-policy naar het NDR-profiel, uh, wat ik van tevoren heb aangemaakt. Met andere woorden, de Fortigate. Die gaat uh, files submitten aan de ICAP-server, oftewel mijn NDR-instance. Nou, deze policy die heeft op dit moment NDR actief. En dan ga ik de test nog een keer herhalen. Nou, ik ga weer terug naar de GUI om malware uh, te genereren. Ik pak de. Zelfde test met dezelfde malware en ik ga hem weer even laten lopen. Ik heb hier weer dezelfde collectie malware en ik start de test nog een keer in. Nou, de tester is uh, zijn malware samples weer uh, aan het klaarzetten en zal de malware samples gaan versturen. Nou, ik zie nu in plaats van overal uh, groene blokjes, zie ik de teller oplopen met rode blokjes. FortiTester geeft aan uh, status blok en dat betekent dat ergens tussen de twee interfaces van FortiTester wordt het verkeer tegengehouden. Nou, dat is precies wat we verwachten uh, wanneer we NDR aanzetten op uh, uh, een, uh, een IP policy. Uh, ik wil natuurlijk in FortiNDR kunnen zien uh, dat er daadwerkelijk malware uh, uh, gedetecteerd wordt. Dus ik uh, ga dan even naar de FortiNDR instance om. Dat te kunnen zien. Onder malwarelog uh, zie ik ja, allerlei uh, malware zie ik voorbij komen. Ik zie hier uh, Riskware. Uh, cryptos, uh, zie ik met een uh, bepaalde confidence uh, gedetecteerd worden. Nou, ik kan hier uh, bijvoorbeeld een uh, willekeurige uh, sample malware kan ik uitpakken en een gedetailleerd rapport van opvragen. Nou, in dat rapport. Uh, zie ik uh, waar ik mee te maken heb? Nou, in dit geval is het een, een downloader. Ik heb hier de juiste hashes erbij. Ik zie precies uh, op basis waarvan uh, de FortiNDR-instance uh, uh, gedetecteerd heeft dat dit een, uh, een downloader is. Uh, ik zie in welke familie uh, die, uh, die thuis hoort. Um, en eventuele extra informatie zal ook in dit rapportje uh, tevoorschijn komen. Nou, nog even afsluitend naar nou, FortiTester. naar nou, de teller van. Uh, malware samples die uh, allemaal gedetecteerd worden, waaronder diverse ransomware varianten, die blijven gewoon oplopen. Ja, dus we zien hier dat uh, FortiTester malware samples genereert en dat FortiNDR eigenlijk geen probleem heeft om deze allemaal te kunnen detecteren en, en nogmaals, volledig geïsoleerd, uh, niet gebruikmakend van uh, signatures of patronen, alleen gebruikmakend van uh, het detecteren van gedrag op basis van het neural network. Tot zover de demo Malware Detectie met FortiNDR. Bedankt voor het kijken.